Verder heeft het nog steeds geen vervanger voor de weggestuurde Amerikaan Martin Nesley, maar men is wel in onderhandeling. En dat is ook wel nodig, want het team draait nog niet zoals het hoort. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Selex Weert, dat gisteravond op bezoek moest in Den Helder. En die Houtkamp was erbij. De nummer 1 in de competitie, Commodore Den Helder. 1 verlieswedstrijd vorige week tegen Computerij. En de nummer 5, Selex uit Weert. Beide, Jur zei het al, zeker niet in vorm. Sporthal de Slenk, goed gevuld gisteravond, ondanks het eerste verlies dus van Commodore vorige week. Hier zien we beide ploegen opgesteld staan voor de wedstrijd. Reden compleet, alleen Weert van Maarten van Gent mist Rob Korthout. De 5 starters, Michael de Jager, de guard van Weert. Jelle Esveld, good old Jelle, ook speler bij Selex. Lord Williams, terug van weg geweest, hij was geblesseerd. Richard van Poelgeest, die er een gewoonte van maakt maar 1 helft te spelen. En Keith Reynolds, de Amerikaan. En dan Tom Boot, topcoach van Den Helder. Geen blessures en dus de volgende 5. Kees van Rootselaar. Spelmaker. Marco de Waard. Volledig uit vorm. Tot nu toe Okke te Velde. John Jerome. De overgebleven Amerikaan omdat Martin Nesley vroegtijdig naar huis is gestuurd. En Tico Cooper, de center. Wat een ruststand van 32-39 in het voordeel van de Weertenaren. Dat was verrassend. En we zitten nu bij 38-42 terwijl Michael de Jager 38-44 scoort voor Weert. 6 punten voorsprong dus. Een matige eerste helft, werd wel enorm geknokt. En dat is altijd leuk om te zien. Kees van Rootselaar, spelverdeler van Den Helder. Marco de Waard, Tico Cooper, terug naar de Waard. Voor 3 en eindelijk liet hij even van zich spreken. Het was de enige keer in de wedstrijd dat we Marco de Waard goed aan het werk zagen. 3-punter en dus 41-44. 3 puntjes voorsprong nog voor Michael de Jager en zijn team. Uitgeschakeld in de Europa Cup, Den Helder. Terwijl hier een persoonlijke fout is van Tico Cooper. Zijn 4e in de wedstrijd. En dat is al vroeg op Claude Williams, de Amerikaan die net hersteld is van een gebroken neus. Cooper dus naar de kant met 4 persoonlijke fouten. En Erwin Hageman is zijn vervanger, want Boot wilde eventjes geen risico lopen. Claude Williams voor de vrije worpen. Op papier een hele goede ploeg, Weert. Maar het komt er nog niet uit in deze competitie. 41-46 stand. Hageman naar Chris van Dinten. Hard werkend. En hier keurig scoren met het linkerhandje van hem. 43-46. Keith Reynolds. 43-48. Het is ondertussen 43-50 geworden. 7 punten voorsprong voor Selex Weert. Hageman, van Dinten, van Rootselaar. De Waard, rondspelen, zoeken naar de vrije man, Jerome. De Waard probeert het voor 3, tegen de ring, scoort niet. En dan een goede steal van Claude Williams. En de Weertenaren zijn weg. Michael de Jager, Reynolds, paas op Claude Williams. Beetje moeilijk, maar dringt zich er goed door, maar een prachtig blok. Goed gewerkt van Chris van Dinten. En dan is de break daar, John Jerome mist. En Jelle Esveld pakt de rebound en dan zijn ze heel snel weg. Goeie break, Claude Williams en de dunk is een feit. Claude Williams 43-52. Goed uitgespeeld die break en afgemaakt met de spectaculaire dunk van Williams. Tom Boot, de coach van Den Helder, absoluut niet tevreden over zijn ploeg. Misschien trainen ze wel wat veel. 2 keer 2,5 uur per dag. En dan weer zo'n snelle break. Reynolds kijkt om of er niemand in de buurt is. En inderdaad, hij kan ook aan de ring gaan hangen. En met die dunk scoort hij 43-54. 11 punten voorsprong voor Selex. Boot, heel boos. Long offense. And if you have no rebound, you watch the transition. Because you don't do anything. You don't go there and you don't go there. En die time-out die hielp, want Commodore komt dichterbij. 53-58. 5 punten voorsprong nog voor weer. Kees van Rootselaar. Stekend gespeeld. Hele fijne basketballer.
weet zijn ploeg en het publiek op te zwepen tot grote hoogte. 55-58 dus de stand. Michael de Jager. Naar Van Poelgeest. Eerste helft heel goed. Tweede helft niet gezien. Werd wel topscorer bij Weert met 19 punten. Zo bevalt nog voor nummer 13 zijn derde Gerard Akkermans. En Gerard Akkermans, vorige week nog basisspeler omdat Claude Williams geblesseerd was, bakte er erg weinig van. Vorige week goed gespeeld en gisteravond, hij leek niet aanwezig. En John Jerome. Hij scoort 57-58, spanning volledig terug. 11 punten voorsprong van Weert, zomaar verdwenen. En dat was vooral op het konto van Kees van Rootselaar, John Jerome, Chris van Dinten en de man die we zo dadelijk aan het werk gaan zien. Maar eerst de aanval van Selex BSW. Michael de Jager maakt een loopfout en dat wordt geconstateerd door de overigens zeer zwak fluitende scheidsrechters Van de Graaf en Zegwaard. Terwijl Reynolds het gebaar naar de bank maakte naar Maarten van Gent, de coach, dat hij een time-out moest gaan vragen. En dit is die man die ik bedoelde, Rolf Franke. Notabene, hij scoort een driepunter. De man die het vooral van heel hard werken moet hebben. Scoort van afstand. 60-58. 2 punten voorsprong opeens voor Commodore Den Helder. En dat mogen ze graag zien. Publiek in Den Helder. Olly van Kempen. Van Poelgeest. Speelde te ver van het bord af in de tweede helft. De Jager. Van heel ver mist. En dan de vijfde fout van Tico Cooper. Scheidsrechters geven een fout zowel aan Tico Cooper als aan Claude Williams. Ook dat was niet echt duidelijk. En Maarten van Gent begint een bui te zien hangen. 61-62 ondertussen. Weer een hele lichte voorsprong voor Selex. Okker te Velde ook in foute last. Naar Van Rootselaar en die speelt naar Franke. Jerome, Franke. Van Rootselaar. Voor drie. Een driepunter voor Kees Van Rootselaar. 64-62. De uitblinker gisteravond, Kees van Rootselaar. 17 punten totaal. Van Poelgeest. En het liep helemaal niet meer bij Weert. De Jager. Het leek wel alsof de basket dichtgetimmerd was. Maar eindelijk Claude Williams. Hij scoort 64-64. 16 punten totaal voor de Amerikaan Claude Williams. Ook het te velden. Weer van Rootselaar. De Velde. Goeie score. 66-64. En Commodore ging door. 72-66. 6 punten voorsprong. In de slotfase van de wedstrijd. En Weert weet bijna al zeker dat het verslagen is. Noodschot van Poelgeest. En dan weer zo'n onduidelijke beslissing van scheidsrechter Zegwaard. Claude Williams maakt zich heel boos. En dat zal ook te maken hebben met het verliezen van de wedstrijd. Want dat zou het gaan worden voor Weert. Uitblinken van Rootselaar. Gaat nog een keer door. En scoort. 74-66. De laatste score is voor Reynolds. Maar die kon niet voorkomen dat de eindstand 74-68 was in het voordeel van Commodore. Ook een knappe overwinning van Canadiens op Bestmeet afgelopen vrijdag. En vanmiddag Nashua uit notabene bij Donar in Groningen. En we zien een bekende 1 en 2, namelijk Commodore en Nashua. En dat was ook de eindstand van vorig jaar. En dan krijgen we nog de Dunk of the Week. Die komt op naam van de verliezers, namelijk Keith Reynolds. Zijn aanvallen maakt door Commodore.